iets zien wat je niet mag zien. Oh. Ja, bon. Maar bon, we zijn vertrokken, hè? Voor alle duidelijkheid, dit is geen tv-programma. Nee. Er is niks voorbereid. Wij weten sinds een half uur dat we dit gaan doen. Ja. Dus denk nu niet van, een leuke show van 6 uur. Want dat is het niet. Nee, dat is het niet. Kan saai zijn ook. Kan zijn misschien. Dat wij gewoon ook wel zitten. En zo. Maar goed, wat gaan we doen? Het is vooral om duidelijk te maken dat we niet slapen. Ja. Misschien als er mensen in die thuis suggesties hebben. Dan mogen jullie altijd sturen naar onze Instagram-pagina. Je kunt zo berichtjes sturen. Stuur maar. Gert Late Night Instagram. Want wij moeten ons even toch wel bezighouden. Of als je tweet. 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 Dat kan ook. Dat kan altijd. Maar wat kunnen we niet zelf ook al iets... Ik vraag me wel af wat wij er juist allemaal hebben gezegd voordat we dachten dat we bezig waren. Dat denk ik dat we dat niet willen weten. Maar goed, in ieder geval... Zijn er raar dingen gezegd? Als er raar dingen gezegd zijn, stuur het even, dan kunnen we die misschien rechtzetten. Ik weet niet wat er gezegd is. Maar goed, maakt niet uit. De dingen die gezegd zijn, zijn gezegd, hè? Kunnen we niet meer terugpakken. Maar, sorry voor de vertraging. Normaal zou ik 12 uur, bam. Goed, ja. James. Wat gaan we doen? We hebben een paar mogelijkheden. Ik heb er iets in liggen. Dat lag hier, ik weet niet of dat voor ons bedoeld was voor ons. Maar, ik heb er straks gehoord dat je met toeters... dat je Peter met toeters wel wakker maken. Maar deze is natuurlijk... Nee, maar ik doe het niet. Ja. Nee, maar stop dan. Doe het niet. Maar doe niet alsof. Maar ik doe het niet. Jawel, ken ik. Als ik nou zeg dat ik het niet doe. Je kop. Allee, kom. Doe het. Stop niet mee. Allee, stop. Allee, goed. We gaan Peter wakker maken. Ja, want Peter die is onmiddellijk na het programma in zijn bed gekropen. Want die moet op om 4 uur. Om 4:15 staat zijn wekker. Ja. Dus wij gaan die iets vroeger wakker maken. Misschien. Is een optie. Ja. Zou een vraag kunnen zijn. Ian loopt hier nog rond. Die is eigenlijk direct na het programma volledig uitgekleed. Ja. En die loopt hier rond. Zijn vriendinneke loopt hier ook rond. Dus ik denk dat dat nog interessant beeldmateriaal kan opleveren. Maar misschien willen ze wel eens zien. Wel liefst. Zijn die hier nog? Lopen die hier nog rond? Misschien moeten we eens kijken. Oké. We zullen een keer gaan kijken of ze flink. Oh, die gaan we niet leuk vinden. Ja, goed. Zijn ze al in hun kamer? Ja, dat denk ik. Oké, we gaan zien. We willen wel Peter niet wakker maken. Hallootjes. Ik kom een even goede dag. Ja, hoe is het met jullie? Dan moet ik even met een bril op, hè, mij. Hoe gaat het, man? Wauw. Ja, ga je straks jouw verjaardag vieren? Ja. Stoort het als we er even komen bij liggen? Misschien is het leuk. Zeg, heb je het al eraan? Ja, mijn onderbroek. We zijn oké. We zijn safe. Ja, je dacht dat je niet veilig op die boot. Oh, ik dacht echt dat jullie ons gingen gerust laten. Ja. Maar wij moeten tot 6 uur morgen vroeg vullen. Dus we doen alles wat we... Ja, maar we kunnen allemaal doen. Heb je geen idee? Want we moeten hier... Allee, we moeten ons wel even bezighouden. Hè? Kunnen we een spelletje schaarsteen papier spelen? Bon, bedankt voor... Top tip. Ik denk dat jij een geweldige nacht tegemoet gaat, mevrouw. Staat er altijd al de kleren aan? Vandaag wel. Is het omdat u je niet veilig voelt op de boot? Een beetje. Ja, want het zou altijd kunnen dat er ineens een cameraploeg binnenvalt. Ja, dus, en er hangen hier ook geen kleine cameraatjes. We hebben net gekeken naar haar tv-debuut. Ah, en? Zeg, waarom heb jij een vlag over? Die hebben een vlag over de tv gangen. Amerika, de American flag. Wat ligt er dan nog allemaal? Niks speciaal. Ja, je komt hier wat vissen of hè? Ja, suikerwafels of wat is dat? Vegan. Ja, vegan wafels. Ja. Zeg, trek jij die kessen op, allemaal bifiwusten, zwamwusten. Nee, alleen maar dan. Moet je altijd stil zijn voor de Peter. Ja, we moeten stil zijn voor de Peter. Ja, anders werd hem straks niet wakker met die toeter in zijn oorblauw. Als hij wakker wordt. Nee, we gaan allemaal laten. We gaan, wij zijn weg. Allee, zeg, kom eens. Wij zijn weg, hè. Zeg, ja. Ja, merci, hè. Ik hoop dat jullie in slaap vallen, eigenlijk. Ja, nee, wij niet. Oh, wij niet. Die waren voor electroshock. Voilà. Nee, kom. Zeg, die kamer is leeg dan. Is
Sonja Pathé. Dat is de kamer van Sonja Pathé. Moet er hier zien. Is weg. Is leeg. Omdat hij dat een beetje proper heeft achtergelaten. Hé, hey, maar dat is eigenlijk jammer. Zeg. Dat is eigenlijk jammer, want dat is de chicste kamer. Precies als Sonja Pathé dood is. Ja. Dat zijn plastic. Dat zijn echte. Nee, dat zijn echte, wauw. Ja. Maar dat was voor Freya, ja, hè. Ja, voor Freya. Kijk, Freya, dit was jouw kamerjas geweest, hè. Ja. We hopen dat jou alweer wat beter werd. Wat de Beatles voor Freya aan de muur gingen? Alles geregeld voor Freya, echt. Positief is natuurlijk dan die politiekers nooit geen geld vragen. Kom, we gaan dat hier een beetje proper doen. Ja. Zo. Gaan we niet zoveel rond bedden hangen, alsjeblieft? Wat bedoel je? Niet zo die hele bedden opzoeken. Allee, ik ben nog niet moe, hè, maar... Als we ah, je bedoelt dat je dan denkt dat je... Bedden gaan opzoeken, dat vind ik al gevaarlijk. Maar heel de tijd. We zijn 10 minuten bezig, James. Ik heb ook het gevoel dat ik heel moet praten, maar dat is toch niet zo. Nee. Maar ja, nee. Even, alsjeblieft. Toch zolang als ze de moeite doen om naar ons te zien. Ja, misschien ook even is er weer niemand aan het kijken. Kan er een keer iemand een teken van leven geven? Ja, okay. Ah ja, we hebben hier iemand bij ons. Ja, dat is Julie. Julie. Ah, ja, die is dus niet bij ons, maar goed. Ja. En Julieke, die heeft eigenlijk zo'n beetje... die is zo'n beetje alle social toestanden bij jou. Dus als je berichten stuurt en zo, dan komen die bij haar terecht. Voilà, hier is Julie. Ja, vooral op het begin van het programma zeker. Wacht even. Iris, Julie. Volgt eigenlijk alles wat er binnenkomt via de social media. En knallende reacties van de kijkertjes, ja. Dus iemand zegt, de dierenketting is altijd leuk. Moet dat doen, niet goed. Dierenketting, altijd leuk, ja. Urenzoet. Ja, maar dat is misschien voor iets later op de avond. Slang, giraf. Dat kan ik goed. Zeg ik even? Slang, giraf. Ja, voilà. Tot gevoel. Ronnie Lemmes zegt, begin alvast met een drankje. Ronnie Lemmes. Ja. Ronnie, ik ga dat doen. Dat is Ronnie de alcoholieke, noemen ze die ook in de ding. We gaan in gaan drinken. Dat willen we al zo lang. Ja. We hebben eigenlijk een stambar. Ja. En die is al, ik weet niet hoe lang, niet meer bezocht door ons, door dit programma eigenlijk. Voilà. Zijn jij ook eigenlijk onze chauffeur? Voilà. We gaan. Alles okay. En onze mensen het zien zitten om bij ons mee een drankje te komen drinken. Ja, maar zij moeten dan wel tracteren of het een of het ander. Ja, we gaan niet voor heel België iedereen het opdoen, in ons bar. Dat is toch niet dat is ook al voor de rijkste mensen van België zegt, wij nee. Zullen in... Jij doet hier een oproep, oh, kom dan maar hier een drinken. James trakteert, denk ik. Oké. Okay. Nee, ik trakteer niet. Nee. Ah, ik zal een keer trakteren. Ze mogen erbij zitten. De eerste vijf, die toekomstgebied komt er niemand, hè. Die komen, mogen komen naar de... Ja, nee, we zeggen het nog niet. We zeggen het nog niet. Nee. Maar we gaan nu naar een cafeetje hier in Antwerpen. Dus Antwerpenaars, trek jullie broek weer aan. Jij gaat ervan net dat die allemaal in mijn blote dingen zetten. Ik denk dat niemand zou zijn, maar goed. We gaan eentje gaan drinken. Ja, maar ze moeten... Oh, de eerste vijf die komen en die het wachtwoord kennen, want wij weten anders niet wie dat is. Het wachtwoord is... Is Figelou. Figelou. Ja. Dat is op. En ze gaan we nog allemaal dolle dingen doen vannacht, dat je dus blijft paraat, want we gaan het hele land ook doorkruisen. Hé, James? Svenneke. Wat is dat? Wie is er? Svenneke, onze stilist. Dat doet hij niet. Ja, ik had... Maar weet je waarom dat we die niet hebben gehoord? Omdat hij altijd zo stil is. Ja, dat is stilist. Kijk, hier, dat is Svenneke, onze stilist. Ja, we willen de mensen die je zien. Wat is dat niet? Ja. Wat doe ik hier? Oh, en hier? Hier. De producer, wat zit er gewoon hier te doen? Wat doe je hier? We zijn iets gaan drinken. Maar we gaan een beetje toepsie op. Ja, wakker. Ah, is er iets moois aan het kabbelen? Is er iets aan de hand? Nee. Moeten we iets weten? Zeg het maar eens tegen al die mensen die voor u... Ja, en zeg het maar tegen uw vriend thuis. Vooral tegen mijn lief thuis. Ja. Heb je lief? Ja. Ah, oké. Oh, je had de lief. Je had de lief. Ja, dat is leuk. Was het leuk, Sven, met onze producer? Ja, het was zeer raar. Heb je hem ook mogen bijtekenen voor een extra seizoenetje? Ik blijf nog even. Ja? Ja, daar waren we al bang voor. Maar goed, nee. Dus het is zo, we gaan hier naar drinken en de eerste vijf kijkers die het wachtwoord Figelou is het wachtwoord zeggen, die krijgen een drankje aangeboden. Door Gert. Door James, dat was zijn ideetje. Dus, maar we zeggen nog niet waar we naartoe. Nee, maar je kan het misschien wel een beetje raden. Ja, het rijmt op plamuur. Ja. Ik weet het wel. Oh, nee, niet zeggen. Maar nee. Maar wacht, ik ga wel nog een truitje pakken. Ja, het is niet zo koud, hè. Nee, maar ik ga het toch voor de zekerheid. Ik heb het ook bij, omdat ik Kurt Mauke... Ga je een truikje? Ja. Ah ja, bon. James wil ondertussen een trui. Dat is een trui die dan de Sven heeft uitgezocht als stylist.
Maar ja, bon. Julieke, komt er nog iets binnen? Ja, Anouk is het er alvast mee eens. Die zegt, ga een wandelingetje doen. Anouk, een wandelingetje doen, ja. Arno zegt, spring even in het hok. Is dat Arno, Arno de zanger? Of kun je dat Arno zien? Meirhagen. Nee, nee, dat is niet Arno. Dat is ook een Arno, maar niet dun Arno. Arno. Natuurlijk. Spring in het water? Spring even in het water. Dat is dat we zelf moord moeten doen. Ja, er zegt iemand, spring in het water. Ik denk dat dat voor u was. Spring in het water, zegt er iemand. Zeg, ja, ja, zijn weet zulke volgers? Ja. Allee, huppelepup, we zijn weg. Fijeloo. Fijeloo, hè. Wij nemen afscheid, maar die blijft bij ons, hè. Ja, die blijven, hè. Ja. Oh, zeg, leuk, hè. Oh, ja. Nee, ik heb geen... Ja, toch. Ja. Heb jij je portefeuille? Nee, maar ik heb mijn gsm niet mee. Ik heb mijn kaarten mee. Oh, ik moet mijn telefoon hebben. Ik ga even met een telefoon. Oh, ik ga ook met een telefoon mee. Ja, allee, doe iets leuks voor de camera. Ik kan zien waar dat allemaal ligt. Doe iets leuks voor de camera. Met een telefoon. Ja, zeg, ik ga ook even met een gsm gaan halen. Succes. Was het leuk? Heb je iets leuks gedaan? Nee, ja, ik kon op niets komen. En Davy stuurt allemaal hartjes. Davy is aan het kijken. Ah. Davy wil af je toe. Zeg, we gaan misschien hier... Kijk, dat is misschien iets leuks direct dat ik met u rijd. Hé? Direct al... Maar tot 6 uur leuk. Ja, even. Kom, probeer eens, kinderen. Nee, andersom, hè. Nee, andersom. En je moet gewoon je gewicht naar achter doen, hè. Gertje, voorzichtig. Voorzichtig. Voorzichtig, hè. Is dat van voor uw rug? Nee, dat is eigenlijk nog zwaar. Ja? Hoe weinig, hè? Dat slaagt wat tegen. Wacht, hè. Voorzichtig, hè. Oh, ça va, hè. Ça va? Ja, dat is goed. Ja. Ja, maar ik kan zo niet altijd... Ik ben een beetje bang. Ja, ik ga je afzetten. Ja, maar ik ben wat bang. Ja. Het is goed. Voilà. Allee. Gaan jullie ook mee gaan drinken? Ga je mee? Kan je het wachten? Nee, nee. Dat is echt een slecht idee. Sven heeft gezegd wat er gebeurt dat hem te veel drinkt. Maar echt waar. Dat is een... Ja. Nee, hij is zo zat als een aap. Sven, ik is al zat. Alsjeblieft, dit is genaamd. Dat is verschrikkelijk. Nee, Svenneke is dat ons die niet. Oh my god. Als wij morgen in één keer opkomen met een badpak. Ja, in de roze tutu. Allee, James, nou eerlijk. Als je nu, mensen zouden aan het zien zijn, veel. Ik zou... Ja, maar wacht, dan zou die hier nu staan. Hè? Nee. Ik zou kijken en ik zou denken, James heeft gezegd, broek aan. Ik Fijeloo. Heb een broek aan. Fijeloo. Ik herhaal dat 10 keer mijn kop dat ik het niet vergeet. Okay. Maar ja, dan zouden ze toch hier komen staan. Maar wacht, misschien zijn ze al onderweg. Dat is echt triestig aan het worden. Niemand ziet er. Niemand, hè. Allee, James, wacht, nog 7 uur te gaan. Is er iemand die op het eilandje woont? Dan moet je een keer uit hieruit een keer roepen. Oeh, oeh. Fijeloo. Nee, oeh. Wacht, dat duurt even. Die moeten even naar een venster stappen, even die venster open doen. Rond het Willemdok. Rond het Willemdok gaat maar zeggen. Oeh, oeh. Dat zat de Sven. Zo lief, dat zat de Sven. Daar zit vertraging op. Ah, oké. Okay. 5 seconden, dan moet je toch oe-oe. Want ik denk dat er niemand aan... Kunt u nog eens oe-oe roepen, want het was wat stilletjes. Ja, ja. Ja, ja, ik heb het gehoord. Ja, hey. Van alle kanten, van alle kanten. Stop met die oe-oe. Ja, we gaan last krijgen met de politie, hoor. Aha. Er is al niemand die ons volgt aan het eren. Dat kan dat toch niet, dat er in heel die een toestand die niemand oe-oe wil roepen. Wat, hè? Wat? We kennen ook ons kijkcijfers nog niet, hè. Misschien kijkt er kei weinig volk vanavond naar ons. Zelf onze redactie niet. Toen we weten dat onze redactie daar, zie die lichtjes daar branden helemaal bovenaan. Daar, in dat gebouw. Zie je dat? Maar ja. Jawel. We hebben een eindredacteur die heel moeilijk verstaat. Als die oehoe roept, dat gaat hij niet verstaan. Dan is dat... Wow. Dus ja. Thanks. Woehoe. Niemand, hè. Ah, hier, de nachtwakers. De nachtwakers. Wilde jij gewoon een keer oe-oe zeggen? Misschien moeten we even toch aan de mensen, belangrijk. U denkt, hé, al dat volk hier, die hier nu staan voor op die boot te springen.
Die worden tegengehouden. Die worden altijd tegengehouden door hier, voilà, onze nachtwaker. Die is hier dag in, dag uit. Ja, en niet heel tijd. S'nachts vooral, hè. S'avonds, ja. S'avonds, ja. En die zorgt ervoor dat niemand hier een boot betreedt. Nee, Gert, we moeten niet denken dat ze naar ons komen. Niet voor ons. Hoe is uw naam? Osman. Osman. Wij gaan iets drinken. Maar we gaan nog niet zeggen naar waar. Nee. Okay, het wachtwoord is Vigelou. Vigelou. Tot vannacht, hè. Dus er zijn nog wat tips binnengekomen. Bakpannenkoeken. Ja, we zullen nog een verstoppertje spelen. Ja, oké. Ik tel tot 10. Verstopt u wel, ik kom u wel zoeken. Ik kom u wel zoeken. Ja, doe maar. 10. Maar waarom? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ik dacht dat hij hier nog ging staan. Oh, Gert, alsjeblieft. Kijk, dat is niet een verstopperje, hè. Gezien... Dat hebben we gevonden? Ah, ja. Ja, lap. Hoe kan ik me verstoppen op 10 seconden niet? Dat is hier een open plein. En waarom doe je niet of dat je me niet ziet? Omdat ik je onmiddellijk zag. Ja, maar dat hoort er toch een beetje bij. Dat hoort er toch een beetje bij. Dat vind ik niet wel eng dat die redactie niet opgezet hieruit roept. Ja, maar die zijn er niet. Die zijn er wel, dat licht brandt daar. Amai. Ik zou dat direct doen. Van, kom, zo op. Hoe gaan we naar onze... Dat voelen ze zich een beetje beter. Maar die zijn niet aan het zien, hè? Nee, niemand is geïnteresseerd in ons. We gaan de auto pakken dan, hè? Ja. Want voor ons naar ons barretje te gaan, hebben we de wagen nodig. We zullen al zeggen waar het ergens is, ongeveer. Ja. De zuidelijke kant van de stad. De zuidelijke kant van Antwerpen. Niemand gaat komen. We gaan naar onze koning. Ja, ja, inderdaad. U bent naar ons komen gekomen. Ja, als rij nu voorbij en dat anders... Nee, we gaan er niet naartoe daar. Oh! Wat? Nog een keer! Dat is de redactie. Dus dat komt is de redactie uit. Wie is het? Dat is de redactie. Maar het is beter dan niks, hè? Ja, onze redactie... Misschien is dat nu pas... Kijk, Wie is dat? Merci, hè. Allee. Kom, James, bij zitten. Dat is trouwens Peter, zijn een auto. Kom, gewoon zijn prijzen zo uittrekken. Ik denk dat Peter morgen een beetje te laat gaat zijn op zijn werk. Dat gaat niet. Nee, dat mag ook niet. Het gaat hier een alarm af. Allee, Jamesy, wij gaan van achter zitten, dan kan de cameraman van voor zitten. Oei. Stel de ver dat ik zo een bloedsval in deze had. Zetten. Ja, maar ja. Dat zou nou goed in tv zijn. Voilà. Allee. Svenny, ga je nu ook naar daar of niet? Dat kan niet zijn naar waar, hè, maar je weet het wel. Zeg. Ja, dat is goed. Denk dat die Christophe... Ja, dat is Svenneke. Ik denk dat Christophe en Svenneke... Nee. Jawel. Christophe heeft een vriend. Kijk, zie die altijd samen staan. Ja, maar Christophe heeft een vriend en die zit te zien waarschijnlijk ook. Loos, hey. Ik mag nog gezellig niet op de achtergrond zitten. Ah, ja. Dat is nou wel heel raar. Oh. Het is een smalletje. En komt Christophe ook niet achter? Jawel, die komt achter. Ah, wel? Ah, ja. Maar ja, dan zijn we al zeker met ons. Als we nu ineens iets hilarisch gebeurt voor het programma, dan hebben we... Ja, maar dat doen we met een auto van hier naar... Ja, dat moet je eventjes af. Maar dat hoor ik niet mag. Nee, toch liever niet. Goed, mensen, welkom in de auto eigenlijk, James. Ja, we zitten nu in de auto. En we gaan dus... Julie dus. Julie Borgmans. Ja, ja, u hoort goed, Borgmans. Ja. Die naam komt u misschien bekend voor en dat klopt ook. Want Julie is de dochter van... Oh, als u het weet... Even sturen en dan gaan we zien of dat veel mensen het weten. Ja. Van wie zou Julie de dochter kunnen zijn? Ja. Ik zal een tip geven. Het is een acteur. Sorry. Ja. Het is wel geen schakelijk. We mogen nog niks vertellen. Zeg, is dat wel open, onze bar? Ja, dat staat half 2 open. Welke dag is het? Dinsdag. Ah, dinsdag, ja. Die is maandag en zondag gesloten. Hij komt nog achter. Wie? Svenneke. Svenneke is een beetje tipsy. Ja, ja, ja. Maar ja, om te zien. Ja, hier geven we gordel aan. Oké. Okay. Goed, beste mensen. Oh, hier kijken we al zo lang naar uit, omdat we... Oei. Wat is dat allemaal, Julieke? Dat zijn gordels, denk ik.
Gordels, ja, we hebben ze aan, hè. Uw deur is open. Nee, de cameraman moet zijn gordel aandoen. Voilà, hopla. Veiligheid voor alles, hè. Hoe big het leek mij. Ja. Dat is niet voor korte benen die bestuurders. Zeg, Julie, korte benen. Aankomen, hè? Dat is ook een tip, dus... We kijken al keel aan, hè. Julie Borgmans. Hier zit trouwens een auto. Korte benen. Hier, dat is een auto van Ion Thomas. Ja. Zie ik je. Wat een schoenen auto. Ja. Maar hij staat wel onder roest. Ja. Yes. Ah, maar ja, Julie, jij hebt toch een rijbewijs, hè? Ja. Nou, dan is het goed. Ik ben niet wat dik uit zo. Dik? Maar je bent nog nooit zo mager geweest. En ik kan zeggen, zo van in een engel. Nog nooit zo mager geweest. Haha. Davy, ben je nog aan het kijken? We hebben een gezamenlijke vriend, dat mag gezegd worden. Ja, Davy. Davy. En Davytje, als je nog aan het kijken bent, laat ik het geweten. Ja, geef ons een teken van leven, Davy. Misschien stond hij er waar we naartoe gaan. Fijeloe, fijeloe. Fijeloe, fijeloe. Niemand naar ons komen. De roel stuurt, de ballen en de tennisraketten liggen klaar. Je denkt dat wij gaan tennissen zeker. Ik heb een app waarmee ik de verlichting kan aanzetten. Van een tennisveld in Borgerhout. Dat gaan we dat toch niet doen, hè? Ik heb een berichtje, denk dat een Davy nog wakker is. Ja, ja, kijk even, voilà. Een Davy. Absoluut. Ah, oké. Okay. Zeg, kom je niet weten aan waar? Jaloe. Naar onze favoriete bar. We gaan straks pas bekendmaken waar dat is. Het rijmt op Chapluur. Ja. Eigenlijk mogen we het wel stilker, maar binnen dit en vijf minuten staan we daar. Maar er gaat niemand komen. Tja, dan is het zo. Dan worden we met onze neus keihard op de feiten gedaan. Oké, we gaan naar Bar Buurburen. Met een Bar Buurburen. Op de Vlaamse Kaai. Waar gaan we daar iets gaan drinken? Ja. We kunnen... Maar we kunnen wel. Weet je wat ik wel vind? Nee. Dat wij zo... Wij zijn zo weer die twee die dat doen. Is dat ook al zeggen? Die twee van vier die zo zeggen van... wel, weet je wat? Eén ding kunnen zeggen. Wij zijn de hardst werkende mannen van vier. Allee, als je dat vergelijkt... Nee, ik heb het over de gezichten. De Erik van Looy, wat doet hem? Eerlijk. Ja, slimste mens. Ja, voor de rest een heel jaar in zijn nest liggen, hè. Nee, wat telefonnetjes, doe er mee. Voor de rest zie je hem niet, hè. Die nemen er twee op een avond op. Dus dat is ook niet dat hij er elke avond live staat, hè. Eén. Karen. Zeg, die is een plaat gemaakt, daarna hebben we niks meer van gehoord. Waar of niet? Ja, eerlijk. Ja, ja, ja. Eerlijk. Ja. Dus dat is ook niet, hè. Maar Karentje werkt wel, hè. Maar bon. Ja, maar. Ja, dus, nee, maar ik kan zeggen, de bekende koppen. Ja, maar harder dan wij? Nee, nu momenteel is okay. Niet. Dingetje. Jani. Jani. Vooral nee. Niet. En Elodietje. Elodie. En dan het enige wat hij doet is nog altijd lopen. Lopen als ze hoort dat ze moet werken. Maar. Die wonen wel allemaal niet zo ver van hier. Gaan we ze allemaal een keer wakker maken? Ik zou dat durven. Oké, okay. Als jullie vinden... Ja, maar wacht, misschien zitten die te zien nu, dan weten ze het al. Die gaan niet kijken. Die zijn niet geïnteresseerd in ons. Die zijn waarschijnlijk zelf naar de concurrerende zender aan het kijken. Bon, als jullie vinden, dan weer zo wel een keer een paar mensen mogen wakker maken van, hè. Ja, en zegt wie? Want bijvoorbeeld Kobe Nielsen woont hier ook vlakbij. Die gaan kwaad zijn. Zeg, ja, we kunnen ook naar de bevriende zenders, hè. Bon. We rijden na voorbij Kobe Nielsen zijn appartement. Zullen we wel een keer bellen bij de zender? Wie moet ons nog vervoegen deze nacht? Welke bekende kop? Ja, wie wilde zoiets met een slopkop zo uit zijn venster zien? Stuur het maar door naar Jurietje, naar een social media vrouw. En dan gaan wij die even... Dan zullen we een keer... Ik zou eerder gaan een keer naar Karentje. Maar dat is dingen, hè. Dat is ergens... dat is ver, hè. Wat doen we nu? Lint is toch niet ver? Ja, maar ja, dan zitten we wel 20 minuten in de auto, hè. Toch gezellig. En dan hebben we een nieuw programma. Met de deur in huis, met Gert en James. Ja, welkom. Hallo. Of bent u nog wakker? Ja, je bent bij de buur. Fijeloe. Allee, wat denkt u? Gaat er één iemand naar ons toe komen en die gaat zeggen Fijeloe? Als dat gebeurt, echt, dan zou ik zo gelukkig zijn. Ik meen, dan ben ik echt dolgelukkig. Misschien de Victor. Voor ons plezier te doen. Dat telt niet, hè? Nee. Het heeft nu onder redacteur oe-oe geroepen. Hoe zielig is dat? Als ik naar een bar bij de buren kom, is echt triest te gaan worden. Giraf. Flamingo. Olifant. Tijger. Rups. Slang.
Oh, een gibbon. Neushoorn. Oh, zeg maar. Ja, die komt altijd neushoorn. Wie, ja? En wat komt er dan na? Want dat is terug mee in, hè? Ja, die moet je gaan zoeken. Een neusaap. Dat bestaat niet. Jawel. Wel. Een naap met een neus, ja. Nee, ja, dat bestaat, absoluut. Ah, dankjewel. Een neusaap? Een neusaap, ja. Dat is het grappigste, hè. Dat is zo in die anders van die dieren heb ik een uitvinding. Nu schat ik, kom, nee, ik ga hem opzoeken. Nee, je moet hem niet opzoeken. Jawel, ik ga hem opzoeken. We zijn even hier. Neusaap. Neusaap. Hier, ja. Ah, mijn ventje stuurt naar mij. Goeie show. Hier. Oh my god. De neusaap. Heb je hem goed? Ja. Ja? Ja. Voilà. Ah, kijk hier, je papa. Waar? Op die poster van Scrooge. Mijn papa? Waar Borgmans doet, is Scrooge. Ja, nee, dat verraaien, hè. Maar ik had dat gezegd. Ah ja, het is waar Borgmans. Waar zijn we nu? We zijn... Het is te voorbij gereden. Ja, nee, ik mag daar niet in, hè, dus we gaan Turken. Ja, ja. Zo zin ik nog nooit naar een buurbuur hier. Een lange avond met Julietje, ja. Denk ik. Nog... 6:30 te gaan. Julie, gingen er ook vriendinnen van jou kijken naar onze online? Ongetwijfeld. Hé, maar mannen, nu is het nog klein. Maar straks gaan we op nationale tv, hè, James? Dat is nu al. Kwart over 1. En dan, als we dan een oproep doen, dan liggen we het land lam. Hallo? De volgende. Ja. Je bent zo een, als je niet rijdt, dat je heel opdrachten geeft, dan moet je niet doen. Nee, maar ja. Waar rijdt je of terwijl zwijgen? Oké. En waar zitten we naar? We hebben al 6 keer een blok gedaan. Voilà, zit daar, een paar buur. Er staat nog niemand, hè. Dat weet je niet, hè. Vigeloe, hè. Vigeloe. Er komt niemand aan die buur. Hoe lang geven we de mensen tijd om... 7 uur nog. Voor 1 uur moeten we vertrekken. Ja. Voor 1 uur gaan we iemand gaan wekken. Ja. 1 uur gaan we iemand gaan wekken. Van de andere 4 gezichten. Ja, maar hier is niemand. Niemand, hè. Niemand. Wat ga je doen van oproep als je op... Hè? Wat? Allee, bon, stap maar uit, mannen. We zijn er, hè. Stap maar met een auto, hè. Wat? Ja, een beetje oppassen, hè. Ik wil alle wel verwittigen, we zijn nu live on air. Ja. Dus als je niet moest zijn, als je niet... Als je niet mocht zijn, of je bent jullie van bedriegen, moet je nu vlug beginnen lopen. Ja. Maar ja, ik hoor hier. Is hier niemand of wat? Nee. We hebben een speciaal nog open gehouden voor jullie. We hebben een oproep gedaan. Wist je dat we nog kwamen? Nee, we hebben een oproep gedaan. Dus dat gaat hier zelfs een stormloop zijn. Hè. Nee, maar, kom, we gaan zitten wachten. We hebben een oproep gedaan. En de enige die ons volgt is onze zatte stilist. Goed. Allee, James, we gaan hier wachten op de mensen. Hè. Kom, voilà. Waar zijn hier al die vigeloes? We gaan er goede koop van af zijn. Ik moet even een keer de gevel, hè, als de mensen al aan het zoeken zijn. Maar natuurlijk ook wel eens... Het is... Mannen zetten er bij, hè, ja. Het is moeilijk, nee, maar het is heel moeilijk om plaats te vinden hier. Dus mensen zijn nu natuurlijk aan het parkeren en al. Hè. Ik denk dat we ons moeten weer neerleggen. Nog suggesties? Ja, misschien kunnen we nog wat suggesties... Amai. Zeg, ook een goede morgen. Hallo, de lampen gaan aan. Ja, wacht, we zullen eens zien. Laat eens zien, Julie. Niet, doen we een keer een oproep. Stuur een keer als je van de weg. Pigelo? Ga naar... Oh, nee. Dat is nog een idee. Ga naar de Q-studio in de Medialaan en vertel dat Peter van de Veire de beste DJ is. Oh, dat vind ik nog wel goed. Dat vind ik nog wel goed. Warre. Ja, Warre Borgmans. Dus bekend van... Van wat eigenlijk? Ik sta op een zak ik... Zal ik eens zeggen van wat dat waar Borgmans voor mij bekend is? Van mij te buizen voor mijn ingangsexamen van het conservatorium. Is dat waar? Dankjewel, Warre Borgmans. Anders had ik hier nu niet gezeten en had ik misschien een carrière kunnen hebben. Hallo, gelukkig dat je geen carrière hebt. Warre Borgmans, de man die droomt... Nu dat is van u. De mens... Misschien had ik anders nu aan het krabben. Warre Borgmans, de man die dromen van mensen kapot slaat. Warre Borgmans is een fijne man. Ja, nu. Maar vroeger, meedogenloos. Wacht, en een beetje hotijn ten opzichte van iedereen die daar ingangsexamen kan doen. Vroeger, hè? Sorry, vroeger. Zeg, ik vind dat heel fout dat je daarover waren zegt. Ja, maar nu is hij mild geworden. Julie, goed. Nietje... Speel verstoppen, even. Ja, Nietje, we zitten online, hè. Ik zal jullie op de hoogte houden. Ja, ja. Er komt zoveel binnen. Ben je aan het volgen? Ja, maar nu niet meer, want nu ben ik met jou aan het FaceTime. Diezelfde dingen is al niet meer aan het volgen. Zijn we al flink? Iets drinken, ja. We zitten in een paar buren. Kom je niet eens drinken, liefje? Ik kan wel een keer zien. Bij de knappe ober. Bij de knappe ober, ja. Je moet dat niet zeggen, je telefoon staat op luid. Ja.
Ja, dat is, gaat over jou, Sander. Allee, Sander? Jasper. Jasper. Wow. Ja, sorry. Hey, Pim. James. Allee, Miepje. Kom je naar hier? En zeg Fijeloe. Oké. Okay. Maar als je Fijeloe zegt, kun je het niet drinken. Ja, het is er niemand. Niemand komt voor de naam. Niemand komt. We hebben een oproep gedaan. Ik denk alleen dat er iets... zat de Sven eens mee. Ik denk dat er iets... Die gaan je nog heel in een bar liggen drinken. Volgens mij is er iets met de verbinding. Allee, liefje, dikke kus. Maar kunnen het allemaal live goed volgen? Waarschijnlijk niet, hè. Dat is goed. Toch? Nee, dat is niet goed. En een mooi beeld en zo? Of zo met... Stop. Ja, nee, echt een beeld. Zo'n robot? Zo'n robot of niet? Zonder haken of niet? Ah, nee, goed. Oh, ik kreeg een berichtje van Noordin. Dat is de, ja, dat is een lieve mens. Ja, allee, liefje, dikke kus, hè. Succes. Ja, succes zal nodig zijn. Veel minder succes dan nu zullen we toch niet hebben vannacht, denk ik. Geen kusje aan Gertje. Zeg maar, zit jij in een donker kamer, of wat? Die liggen ze in bed. Ah, oké. Okay. Oh, my. Ja, liefje. Tadaa. Ik vind jou wel leuk, hoor. Ik vind jou leuk, hè. Oh, ah, ja. Ik vind je wel. Ze komen. Nu begint dat op gang te komen. Er zit vertraging op. Hè. Er wil graag iemand meer weten over vroegere huisdieren. Vroegere huisdieren. Ik had vroeger een konijn. En dat had een puist, een dikke puist. En als je erop neep was, dat slikt een tube tandpasta uit de duur. En dan heb ik een ander konijntje, dat heb ik plat getrapt. En nog een konijntje, dat terroriseerde heel ons gezin, want dat beet alles. En dat zat zo in een hoekje te zien voor naar een nek te springen. En dan zijn we gestopt met konijnen. Witte konijnen. Ik had gewoon een kat, zo. Zorro? Zo. Een zwarte dan. Ah, ja. Of hier met een masker en een cape. En die met een solbe. Zorro. En heb ik nog een hond gehad, Benson. En nog een salamander, Jaap. Ik heb Bianca. Wat? Bianca, de hond? Salamander? Ah, nee, hond. En een Sint-Bernardshond met zo'n ding onder zijn. Allee, hij had dat nu niet, maar weet wel, van die honden die zo altijd zo hier doen. Zeg, gaan we nog een keer drinken, zeker? Ik had kavi. Hij had ermee, met dat je erover splapt. Zo'n hond met cognac onze nek, ja. Mag ik een Long Island Tasty, alstublieft? Ja, pak tientje. Even erin komen. Een Long Island Tasty. Ik drink al 3 weken geen alcohol. Ja, je hebt van het weekend 1 gin gedronken, maar liever voor haar verjaardag. Mogen we een 2 Long Island Tasty's zo. En ja. Fijeloe! Geeft Sven ook een goede bad water. Dat is precies voor onze hond. Geef hem maar een bakje water. Er is hier iemand die zegt, ah, ze zitten achter de hoek in Barbie Buur, succes mannen. En kijk hoe dat hier eruit ziet. Ja, maar dat is hem niet. Hè. Dat is hem niet. Dat zijn zo mensen die zo van die foto's... Dat is Tarzan. Dat is een mooie man, hoor. Dat zijn zo van die mensen die zo foto's pikken van het internet. Ja, maar als het een vuil is het wel een bijzonder creatuur. Geronimo. Ja. Schone man. Zeg niemand, hè. Ja. Ah, zijn we niet al? Nee. Nog een half uur en dan gaan we dus op tv. Maar dan moeten we... Als uw laptop nu al wat warm wordt, geen probleem. Van binnen een half uur kan je ons volgen op de tv. Hoe jullie kennen elkaar? Jullie kennen elkaar? Ja, ik heb het niet. Ja. Ah, nee? Van Samson uit. Nee, pak die Martini binnenkort terug. Ah. Ja. Dat is goed. Oh, ja, dat is onze sponsor eigenlijk. Ja, dat is uw sponsor. Basically wel, ja. Eigenlijk moeten wij meer zo'n nachtingen doen. Kijk, gewoon rustig, zo zalig. Ja, ik had gehoopt dat het in een volkstoelloop zou zijn. Ja, dan gaan we het onze kop moeten. Wat? Er zijn wel mensen tot in Kortrijk aan het kijken, want de regio Kortrijk groet u. Hi, Kortrijk. Ja, dat gaan we niet meer geraken, denk ik. Weet dat ik ook besef dat ik geen sigaretten kan roken, wat zo ordinair is op televisie. Er vraagt ook iemand wie van jullie twee het best kan koprollen. Koprollen, dat is iets voor de James. Ik kan dat niet goed. Nee. Heel slecht in koprollen. We gaan dat ook niet doen. Dan moeten we het een keer proberen. Ja, hier op de kussens dan. Hè. Als je zo kussen hier op de dingen kunt leggen. Ja, dat gaan we niet doen, hè, Jasper. Mogen we even een keer kussen? Maar nee, we zullen een keer een andere opdracht dan in een koppel. Er vraagt ook iemand. Heeft Gertje nog altijd ruzie over de bushalte voor zijn huis met Janine de Bolle? Dat de euvel is opgelost. Oh, ja, die bus is afgeschaft. De buslijn die bestaat niet meer, dat was een 134. Oké, jong, santé. Ja, maar dat is niet slim. Heb je dat gehoord? Dat is niet slim, hè.
Daar werd de mug van, hè. Oh, een chipje daarbij. Ja, ja. Wat een topopdracht. Er heeft wel iemand een goed idee. Bezoekvrije van de bossen. Ja, dat kan ik niet doen. Ik ga checken. Ja, nog Gent helemaal. Maar mannen, dus er zijn geen andere namen die we moeten gaan wakker maken. Mensen zijn, niet, ze zijn er niet. Er is niemand. Ik zou heel graag een Karen gaan wakker met mijn lint. Ja, maar ja, het slopt wel. Natuurlijk. Die slaapt altijd. Karen, als ze niet, moe presteren, dan slaapt hij. Ja? Ja, dat weet ik niet. Ja, bij u moest ze altijd presteren, had ze uitgemolken. Oh, ik bedoel als artiest. Hè. Hey, man, dat kan niet. Echt, het is heel triestig als je nu echt begint te zoeken naar iemand die Fijelou komt zijn. Zo lot is het toch nog niet, hè? Just waar, ja. Het spel stond al aan en we wisten het nog niet. Ik dacht dat ik zot wier. Ja, Julie. Er zegt iemand een mop. Een mop. Welke worst zonder R is ook worst? Een biffie. Ik zal het nog eens zeggen. Welke worst zonder R is ook worst? Ja. Een rookworst. Een rookworst! Ja. Goed. Dat is toch een R in? Mopje van William. Dat is toch een rookworst? Dat is toch een R in? Maar daarna, als het al een kwart van de negende deze niveau. Ah ja. Ah ja. De lol klopt niet, hè, William? Ik denk dat William ergens anders in een café zit. Geronimo zegt, ik kom af. Ah. Wat denkt u? Is het de man van de foto of niet? Nee, lijkt het niet. Dat is echt zo'n mooie man. Ja, als hem niet de man van de foto is, dan zou hem zeggen, ja, ik kom niet af, hè. Nee, dan moeten wij met een wildtrainde mens bijna klappen, hè. Ja, niet, hè. Er is nog plek genoeg om de andere tafeltjes. Ja, ja. Kom, we zijn weg, joh. En moet wel Fijelou zijn, hè. Ja. Dus ja, als u wilt weten of William echt zo knap is niet als op William, de foto... Geronimo. Geronimo ook. William was die van de rookworst. Ja. Dan we slagen alles in elkaar. Dan moeten we wel blijven kijken natuurlijk, want dat is wel een serieuze cliffhanger dat we nu hebben gelanceerd, Jameske. Oh, hoela. Oh. Nu hangt het... Ik denk dat ik kei gemakkelijk ga kunnen wakker blijven. Ja, maar James, vorige keer zei jij, oh, vissen, doe ik kei graag. Toen worden 5 minuten aan het vissen. 10 minuten later wordt het beu. Nu zijn we een kwartier wakker en jij zegt, ik kon kei. Ik denk dat dat voor mij geen probleem gaat zijn. Als dat de hele tijd zo... En voor mij wel, of hè? Ik dacht dat ik Fijelou hoor. Nee. Dat zou misschien Tony zijn. Je stuurt Fijelou via Instagram. Maar hij zegt, jammer, ik zit te ver. Groetjes uit Bredene. Bredene, mannen, ja, come on. Maar suggesties die hier binnenkomen om mensen om te bezoeken zijn... Jackie Lafont. Bart de Wever. Victor gaan bezoeken, wordt ook gevraagd. Bart de Wever. Zo, ik kan niet al onze redacteurs uit hun hotel gaan halen. Ja, maar ja, het is wel leuk dat de mensen ze kennen, hè. Ja. Marco. Marco, kom nu, we zitten hier geen uren niet meer, hè. Ze zijn hier al de boel, de tafels en de stoelen al opzij aan het schuiven. Oh, ik was dan graag chips. Ja, het is duidelijk. Ik eet er niet van. Je moet ze allemaal hebben. Hij wil al 3 weken geen koolhydraten mee. Langer. We zijn nu al 3 weken bezig. Oh nee, dus vrijdag heb ik een diner, dan kan ik er niet van tussen. Ah, de koolhydraten eten dan? Ja. Ah, ik vind dat een keer goed ook, hè. Het is niet gezond. Ja, man. Want er is niemand, er is iemand. Is er iemand? Fijelou? Nee. Oh nee, dat is niet. Pas op, maar wij mogen niet zomaar mensen filmen, hè, of wel? Nee. Wij mogen niet zomaar mensen filmen, hè. Misschien mag die meneer niet zijn. Ah, maar ja, het is ermee. Hallo? Nee, niet filmen, niet filmen. Berichtje van Dave. Wanneer nog eens oesters in de Granduca? Prachtig. Ah, oestertjes in de Granduca. Nou, dat gaat ook niet, dat gaat ook te laat zijn, hè. Oestertjes in de Granduca.
Die wat meneer... kan ik dan gaan doen? Ah, ik ga hem doeken. Oh, die meneer is achter Toekske gaan staan. Er zijn mensen die niet gefilmd willen worden. Ja, maar dat net. Soms mogen mensen gewoon niet gefilmd worden, omdat ze niet mogen zien. Die en dan zegt tegen de vrouw, ik moet op zaak geweest, maar die had niet dan een liefde. Of ik moet overwerken. Ja. Ik kan ook eens... Ah. Nee. Ja. Wat je nooit moet doen met James Cook is als je gaat daten, zo tegenwoordig kun je overal sharen. Hè. Oh, sharing is caring. Sharing is bullshit. Dan eten niet. Als je op dieet staat, moet je met een James gaan eten en sharing doen. Dus ze komen dat brengen. Je denkt even, kon even met een telefoon wegsteken. Je kijkt terug in het calorisch leven. En dan zit dat... En altijd de beste dingen ook van de schotel. Oh, ik eet zo graag. Zo van die sushi's dan, die Californiën, weet je wel? Er zijn ook mensen die het laatste laten liggen, omdat je zegt, ja, maar dat ga je niet. Ja, ik vind dat ook stoel. Waarom laten de mensen? Zeg, zeg, zat u een keer bij ons, Fanny? Maar jawel, we zijn geen... Allee, kom. Maar gaan wij niet de heel tot morgenavond hier met twee zijn? Allee, Fanny, kom een keer bij ons. Zeg, zeg je mij al beuf? Maar nee, Sven. Kom. Maar dat is niet goed voor Sven zijn carrière. Echt, ik meen dat. Echt niet. Dat is nu denkt Sven, oh leuk, leuk. En morgen denkt hij, wat heb ik gedaan? Hé Sven? Zwaar. Voilà. Ja, kijk, al via Instagram binnen, Sven, ik zit u. Wat voilà, mooi. Sven. Kijker wil Sven zien, hè. Kijker wil Sven zien. Je suis dans l'intérieur. Maar nou. Maar je begint niet eens Frans te klappen. Maar wie jij zien? Ja, dat is heel de tijd, ja. Wat? Dat er heel de tijd van alles binnenkomt. Ja, maar dat is goed, we zijn blij. Stuur, ja, stuur. Niemand zegt die vieze doek. Ga eens langs bij de bakker, zeggen ze. Misschien krijgen jullie iets lekkers, een bakker die nu aan het bakken is. Ja, dat is wel nog een leuk idee. Ja. En iemand zegt om mee te gaan bakken met een bakker. Groetjes vanuit Oostenrijk. Wacht, is er een bakker? We gaan een oproep doen. Is er een bakker in de buurt van het Antwerpse waar we welkom zijn? Laat het weten via Instagram. Ja, dan kunnen we misschien even komen al wat mee bakken. Mensen vinden Karen een heel leuk idee. Ja. Ik denk dat ze gaan zien als ze juist uit haar nest komt, dan is het geen goed idee niet meer. Kobe Nielsen vinden ze ook een goed idee. Kobe Nielsen, dat is op loopafstand. Ja, dat kunnen we onmiddellijk doen. Hè. Ja, of een nachtwaker in een jeugdinstelling gezelschap houden, wordt ook voorgesteld. Oh, heeft iemand een vuurtje alsjeblieft? Dan kan je wat achter de noek roken. Ja. Ze hebben ook al gezegd dat dat... Wat stond je er net te doen? Ik vind dat lelijk op tv. Ja. Het is ook... Nee. Ik wou dat dat fysioloog was. Hè. Ik heb hem, ja. Hier, nu wil ik iets zeggen dat ik eigenlijk niet kunt zeggen. Wat is dat, man? Op tv, nee. Waarom dat ik het niet zeg? Nee, ik kan het niet zeggen. Zegt hij mij niet. Maar omdat we er straks hadden zoiets van, we gaan wel heel de tijd gaan ze alles horen wat we zeggen. Dan moeten we even... En ik dacht, ja, maar dat gebeurt niet. En nu was er iets dat ik dacht, oh... Dat ik juist op tijd kan inslikken. Is het waar? Ja. Iets dat al veel tegen mij hebt gezegd? Nee. Over iets wat ik de stak heb gezien en zo. Ik kan het niet zeggen. Schofs? Nee, maar over iemand dat helemaal uw slag zal zijn, maar hoe? Nee. Niet belangrijk. Nee. Zo curieus, hè. Oh, een kokske. Dank je wel. Ja, zouden we dat wel doen, James? Want iemand stuurt... PS, laat James eens weten dat de angle na de chips misschien wat minder zal zijn. De wat? De engel. Dat hij in de auto bezig was over stakken. We moeten ook wakker blijven. Dat is ook eten. Ja, mama, dat is energie. Hè. Ja, maar deze is voor wakker te blijven, is deze geen goed idee. Oh, nog een zak chips ook. Allee. Jasper, alsjeblieft. Die moet je spieren en die wakker blijven, hè, Jasper. Waarom? Ja, dat is een goede vraag. Waarom? Waarom? Waarom moet ik eentje... Oh, Fijelou? Nee, maar je moet het zelf niet zeggen. Ja. Ah, nee, het is geen Fijelou. Jawel. Ja. Wat? Tarzan. Wie? Tarzan. Ah, dat is Geronimo. Zeg jij Geronimo? Ja, inderdaad. Ah, maar ja, maar dat is toch de man van de foto? Maar hoe? Hij had toch normaal lang haar op je foto? Hij had lang haar op die foto. Lang haar, ja, maar nu is het kort. Ah ja, het is mooi. Ah ja, dat kan, hè. Andersom. Kan ook.
Oh, zo leuk. Alles goed? We hebben compagnie, geweldig. Eindelijk, eindelijk. Ja. Ik had ze te doen met jullie. Wat moet je hem voor te drinken? Jullie waren tot 1 uur. Ja. Oh, een pintje is goed. Een pintje? Ja, we waren niet helemaal alleen hier. Ja, niemand. Dat is erbij, Geronimo. Maar nu dat jij niet meer aan het zien bent, ziet er niemand niet meer te zien waarschijnlijk. Ik heb ergens te doen met jullie. Ik woon hier achter de hoek. Dat gaat van mij in een gsm. Kijk, zit jij een sociaal werker eigenlijk dan een beetje zo? Ja, eigenlijk wel. Ja. Je kan mijn gedachten lezen. Echt? Ja, absoluut. Hé, hey, we hebben niemand, hè? En wat is het wachtwoord? Oh man, ik heb helemaal niet helemaal gevolgd. Fijelou. Fijelou. Fijelou! Helemaal zelf gevolgd. Ka-ching. Wat moeten wij doen? Allee, man, wat is al dat volk hier? Ja. Is zo, ja, wij denken dat er problemen zijn met de verbinding. Nee, Gertje, let u beneden. Ja, niemand... ik heb het even gevolgd in het begin. Dat voilà. Het, ja, ja, zie je? Ik was gewoon het voetbal aan het kijken eigenlijk. En het laatste... hebben we wat foute dingen gezegd of niet? Foute dingen? Wel, Sven is terug buiten gekomen, zeg. Ah, dat is Sven. Ja, dat is Sven, ja. Hij is onze stylist om ervoor te zorgen dat we er blijven goed uitzien. Ah, dat is de stylist? Ja, dat is de stylist. Maar die mocht eigenlijk al naar huis gaan, maar die is wel blijven hangen. Dat is een beetje, die stalkt ons een beetje. En wat was jullie toen opdracht? Jullie moeten wakker blijven tot hoe laat? Tot morgen. Nee, ja, tot morgen. Ja. 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 En hoe laat is dat dan? Hoe laat zijn die opnames? Tot de naal of zo? Ja. Maar de opnames zijn iets vroeger. Hopelijk wordt de nacht iets bewogener dan... Ja, maar wat gaan we doen? Ja. Ik weet niet goed wat we gaan doen. Dank je wel, man. Cheers. Wat zou jij doen? Er zijn nog suggesties. Suggesties. Allee, vertel. Spelen scène na het Samson en Gert. Nu zijn er al met 3, dat is misschien... Ja. Dag iedereen. Leuker. Ja. Hallo. En mensen zeggen ook welkom, Geronimo. Ah. Kijk, kijk. Bent u nog vrij, als Geronimo? Ja, inderdaad. Maar dan gaan we een oproep laten. Ja, wacht even. Wacht, bent u de herenliefde toegedaan? Of de herenliefde. De herenliefde, oké. Okay. Ja, ja, maar ik wil het toch even stellen dat het niet is. Ja. Maar op zich is niet echt nodig bij een happy single op dit moment. Dus maar ja, zullen we niet toch iemand zoeken? Nee. Een oproep plaatsen? Ja, maar is het niet hopeloos op zoek of zo? Ja, nee, voilà, inderdaad. Fijelou! Ja, voilà, kijk, zie. Fijelou! Ah, hier. Allemaal Fijelous. Fijelou, dat was zijn. Oh my god, ik krijg een rekkoffie. Ik kom over de vloer. Welkom. Oh, ik ben aan het roken en al. Allemaal zo leuk dat er mensen komen. Je bent rechtstreeks aan de boot naar hier gekomen dan. Ja, 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 maar met de auto, hè. Dat is niet zo... Allee, dus, hé, mannen. Maar dat is hier een... Wat zeg je in echte naam? Jeroen. Jeroen. Dat is hier een overrompeling, hè. Een overrompeling, hallo. Hey, James. Hi, Jeroen. Zet u. Dag, Jeroen. Hallo. Dag, maar. Een overrompeling. Dag, je vrouw. Wat moet je daarvoor te drinken? Een pintje. Een pintje? Een kriekje. Een pintje. Heb je kriek? Nee. Nee, ja. Serieus. Een poefje. Amai. Ja, dat is goed. Ja? De long aan je thuis en een pintje, alsjeblieft. Hallo, Margot. Dag, Margotje. Amai, zeg. Dat was al laat, we zaten verkeerd. Ja, we zaten keihard. Oeh. Oei. In hey, welke bar zat je? Bar Polamier. Dus je bent ergens gepasseerd en je trof een Fijelou. Nee, het zag er al wel gesloten uit van ver. Bar Plamuur? Bar Palmier. Palmier. Maar je had Plamuur gezegd. Nee, het rijmt op Plamuur. Buur. Ja, het was Buur. We waren niet mee met dat niet, Margot. Mijn kinderen de buurt zowel. Ja, ja. Bon, in ieder geval, ik was net een oproep aan het doen voor Jeroen. Ook al wil hij het niet, ga het toch doen. Jeroen is een happy single. Voor de mannenliefde. Tot hoe oud mag het gaan, Jeroen? Tot... Het is tinnerlijk, dat telt, hè. Ja, ja. Oh, ja, nee, dat zie je van niet. Goedenavond. Dat was goed geweest, Jeroen. Had niet een Fijelou gezegd? Een beetje te matje, man. Ja? Ah. Ah, dus het mag een beetje softie zijn. Ja. Niet te softie, James. Niet te softie, oké. Okay. Ja. Well, dus ben je stoer, maar ook weer niet. Oh, hè? En tot 35? Ja, max. Tot 35 maximum? Maar hoe zit je zelf? Ik ben 30. Ja, 30. Maar we gaan tot de 30. Maar James, hij is niet hopeloos op zoek. Of zo. Nee, nee, dan elke vinger 10. Het is toch leuk om een oproep te doen. Stel je nu voor dat we, Jeroen vanavond naar huis kunnen sturen met een Fijelou? Oh, nee. Dat zou geweldig zijn. Dankjewel. Allee, school, als je niet drinkt, dan blijft het vol. Scholletjes. En waar waren jullie? Hm? Wat? Ah. Zeg je nog Jonas van Geel gaan wakker maken? Maar dat is nog te vroeg. Eerst Karen en dan Jonas. Ja. Dan
zegt er iemand terug langs Sonja van de krantwinkel, maar dat is pas om 6 uur. Dat kan wel. Ja. We kunnen wel Sonjetje gaan wakker. In de vroegte. In de vroegte, ja. Of Ben Segers. Dat is altijd gevaarlijk. Voor wat? In welke toestand dat dan is. Ah, ja, de bedoelde? De Ben kan al een keer gaan als hij niet moet werken. Wat bedoelde mee? Wat bedoelde je? Feesten. Ah, feesten. Wie? Waar woont de Ben? Ergens rond de buurt van de Marnix? Ja, inderdaad. Ah, ik weet niet. Er vraagt ook iemand, kan je aan Gert vragen wat zijn favoriete gin is? Wat is jouw favoriete gin? Gewone Bombay. Gewone Bombay. Niet van die tegenwoordig, allemaal wop, 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 wop. Voor mij gewoon een Bombay. Dat heb ik eigenlijk wel veel dan. Ja, superveel. Ja, maar ja, het is dat gewoon rond lekker lopend vuurken. En in één keer, boem, patat. Iemand zegt ook niet gewoon Karen Bakker maken, maar gaan we naar Karen met een kava ontbijt? Is dat iets voor Karen? Oh, zeg, hey. Ze mag al blij zijn dat we het op komen. Het is voor zijn kloot af te draaien. Dat wel gaan. Allee, ja, Alex Agnew wordt nog voorgesteld. Maar ja, maar die kennen we niet zo goed. Die ken ik niet zo goed, ja. Zo bij de gang, maar ik weet we moeten niet. Ook wel zeker zijn dat ze heel blij zijn dat we komen. Ja. Karen gaat heel blij zijn dat we ze wakker dat maken. Denk ik, nee, maar goed. Jawel. Die was vroeger altijd heel blij als ze naast mij wakker wier. Dat is lang geleden. Ja. Nu zou ze niet meer zo blij zijn. Er zegt ook iemand, ga mee met Peter van der Veire de ochtendshow doen. Ja, dat maar dat zat al, dat hadden we er straks voor. Dat begon al zo'n beetje in onze kop. Moet er niemand een kok hebben, mannen? Nee, oké, Tom al op. Jij gaat hoesting, hè? Ja, ik zag het aan je zeggen. Ja, dank je. Hoe laat moet Peter vertrekken? Om 4:30. Ja, dus dat gaat een beetje onze nacht breken, hè. Het zal handy worden, hè. Nee, ik denk zij dat van waar komen jullie nu? Wij komen van Berchem. Van Berchem? We hebben ons broek aan gedaan in zijn vertrek. Ja. Is dat? Ja. Zijn jullie een koppeltje? Ja, we zijn samen. Oh. Ja, zie dit, zie je, dat heeft tijd nodig. Ah, nu haar ziet een beetje dat al in je bed lag. Ja. Ja. Sorry. Ik was niet helemaal voorbereid. Ja, je hebt al zo'n deuk van het kussen en zo. Ja. Van het kussen? Ah ja, van het hoofdkussen. Sorry. Ja. Ik dacht van het kussen. Dus jullie dachten, kom, we gaan nog even langs. Ja, eigenlijk zei ik, kom, we gaan. En dan zaten we niet op de fiets. Fantastisch, Santé, ja. Margot. Alsjeblieft, Santé. Ja. Ben jij de fan? Is het waar? Yes, stom, ja. En hoe lang zijn jullie al aan het kijken? Hoe lang zijn jullie al samen? We zijn echt al 3 jaar samen. Nee. En ik, mijn vent en ik. Echt? Juist zelf. Zijn jullie al getrouwd of niet? Nee. Oh, wilde ook dat dit vraagt? Ja. Oh, dat is ook. Een kostbeu om te wachten. Mm-hmm. Ja, Julietje? James Cook zijn beste vriend wakker maken, Xander de Rijken. Van de Reken gaan wakker maken. Ja, waar woont hij? Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Ja. Moet je dat ook niet weten wat die jongen woont? Ja. Ik ken die jongen eigenlijk echt niet. Pas op, die zou daar nog mee kunnen lachen. Dat is een comedian, hè? Ja, die gaat nog wel lachen. Ja, die zou dat nog leuk vinden. Al de glazuur springt van zijn tanden. Nee. Wij zijn weg. We worden al wij zijn weg. Wij moeten weg. Ja, we worden al weg. Oh, je bent zo hard. Je bent zo hard. Hard voor hard, hè? Gaan we nog één drinken? Nee. Gewoon een vlug naar achter. Nee. We moeten... Nee, die mensen zijn er juist. Ja, schat. Ja. We zijn ook lang onderweg geweest. Hè. Ja. Sorry. Hè. Allee, we zijn blij dat je er bent, maar het heel lang geduurd. Ja, maar die hebben de boek aangetrokken. Ik ga nog één drinken. Snel. We zullen hem delen. Nee, ik kan dit niet meer drinken. Nee? Nee. Goed. Maak ik nog één of vind je dat met dan? Je weet, we moeten op tijd. Binnen 5 minuten zijn we door. Kan een vlug op? Wat gaan we doen? Er zegt ook nog iemand dat maar goed. Nee. Misschien moet James eens een DJ-setje uitproberen en Gert in de tune. Muziek trekt volk. Ja, dat zal schoon worden hier. Ja, dat inderdaad. Hier is gewoon een vent. Ik denk dat hij te kieskeurig is. Maar nee, maar hij wil helemaal geen relatie. Hij is happy single. Ja, happy de single. Meeste singles die eigenlijk wel graag een keer willen wakker worden. Allee, denk jij dat hij naar niemand kan krijgen? Die moet ze van zijn lijf slaan. Hij heeft schone tanden, hij heeft arrest. Ja, oké. Okay. Afronden. Ja, maar, ja? Maar je bent niet van Antwerpen, hè? Nee, dat hoor ik toch niet. Ja, van? Van het zijtje, van Oostende. Oostende? Ah, mijn vrouwtje ook. Mijn vrouwtje is ook van Oostende. Ik zeg, kom maar. Twee jaar. Jaar en waar van Oostende? Mariakerke. Ja. Ah, mijn vrouwtje ook? Van Mariakerke. Mijn schoonouders wonen nog in de Waregemlaan of Waregemstraat. Ja, links aan de Barentonderenbaan, die komt alleen daar. Ja, het is zeker dan. En mijn vrouwtje is van daar. Jongen toch, de wereld is klein, hè, James. Geef hem op. Je mag er geen naast Jeroen zitten. Jeroen. Jeroen. Tja, als dat nog een fijgeroe is, dat is al betaald om te zijn door. Ja, dan hadden ze rapper moeten zijn. Is dat speciaal een stadsfietsje genomen tot nu toe? Ja, nu denk ik het niet. Oké, nee, ik betaal dat. Het is van mij, zeg.
Zeg, is er geen producer mee? Nee, maar dan ga ik je dat wel betalen. Santé, hè. School, als je niet doet. Met je naast de koven, dat is geen probleem. Ja, moet je een beetje hem van mee? Nee, dat is niet. €97,50. Is er maar een code gezien? Dat gaan we juist niet gedaan. Ah ja, allemaal. Wat zeg je? Binnen 15 minuten gaan we op antenne. Binnen 15 minuten. Ah ja, dan zitten we juist in de auto, dat is goed. Ja, we zouden liever hier willen beginnen en dan. Tuurlijk. Waarom? Mooier, leuker. Ik vind dat een goed idee. Zie, maar die is, je gaat hier nog iets meemaken. Straks is hij dus met een zatte op om Belgen rond te trekken. Ik ben zo blij dat we hier allemaal samen zijn. En wie is dat? Maar je hebt een boot al niet achterover. Ik heb daar een gin tonic gedaan. Maar voilà, ik dacht het al. Maar één, zeg, ik het niet zat alsjeblieft. Doe een test. Ah, ja, wat zijn de laatste 5 premiers van Holland? Maar nee, niet zo een test. Het heeft niet te maken met zattigheid. Weet je de laatste 5 premiers van Holland? Voilà, allee, maar ja, moet ik dan over een witte lijn laten lopen? Of allee, wat wil je dan doen als test? Iets dat kan blijven zitten. Ja, maar ja, elke zatte kan alles dat hem ziet. Ja. Ik ben totaal niet zat. Jij hebt geld, Judy? Ik heb juist €97,50 betaald. Wat zei Julieke? Julie zegt nu, nadat hij dus tjoep heeft gedaan en €97,50 van uw rekening is, zegt ze, ik heb geld, hè. Ken je van die mensen die zo zeggen van, oh, heb je geld betaald? Nee, ja. Nee, zeg, dat is van mij, hè. Dat is van mij, hè. Zeg, allee, je zit op tv, hè. Hè? Ja, je ziet er van alles uit. Omdat ik... Ja? Ja, dank je wel. Ik denk dat een Davy afgokt is. Nee, Davy is nog aan het kijken. Davy, ben je nog aan het kijken? Want we hebben hier iets in aanbieding voor jou. Ja. Oh. Jeroen. James stopt. Ja, maar ja. Nee, nee, hey. Hallo, dat is geen keuze dat we u aanbieden. Nee. Ik kan Davy u verzekeren. Is echt een hele mooie man. En ja. Ook happy single. En carrière, man. Hè? Ja. Eigenlijk mogen we niet zeggen wat hij doet. Nee, kunnen we niet zeggen. Kunnen we niet zeggen. Mag verstaan, hè. Maar Davy, ben je er nog? Kan ik even kijken? Laatst online geweest, 4 minuten geleden. Gaat hij online komen? Ja. Normale mensen liggen nu slapen. Ja, maar het is geen normale mens. Dat hebben we niet gezegd. Een normale mens hebben we niet gezegd. Het is een vriend van ons. Het is een bedrijf rond blijkbaar in Winterhouten in Oost-Vlaanderen. Ja. Nee, dat is te ver. Ik weet dat hij woont. Ah, Davy. Voilà, Davy. Ah, kijk, voilà. Davy is toch nog wakker. Jeroen? Ja, maar ik ga straks gaan slapen hoor, want... Davy is ook van de kust. Ja, hij is van Oost-Steenkerken. Ik kan er nog wel weg in Oost-Steenkerken. Ah, waar? Tilorijn. Ah ja. En de Rieuwdorp. Wat doe je dingen in de school, hè? Ja, ja. Ah ja, mijn zoon heeft daar gezeten, hè? In Braschaat. Ja, ik werk als laborant. Laborant? In een laboratorium eigenlijk, feitelijk, ja, dus laat ons zeggen. Ja. Amai, joh. Ik versta wel omdat ik de slimste mens ben. Ja, maar. En wat laboreert u alleen? Zo met proefbuizen en zo? Nee, blokjes tumorweefsel. Tumorweefsel? Ja. Wat moet je daarbij voorstellen? Dus je hebt mensen met een tumor of kanker of zo. En dat moet bekeken worden wat voor kanker dat is. En hoe ernstig dat is. Ah, dus dat is als ze zo'n stukje af zijn en zeggen ze, ja, binnen 14 dagen laten we weten. Oeh, mensen in de stress. Mogelijk. Oei. Maar ja, ik heb geen band met die tumor natuurlijk. Hè. Nee. Kijk, je weet niet van wie dat is of zo. Dat is maar iets abstract natuurlijk. Hè. Ja, dat is wel van een mens heeft aangehangen. Nee. Ja. Maar ja, dan toch denk je niet elke keer dat je dan ziet dat hij heel kwaadaardig is. Oh, germen. Of eigenlijk is dat volledig niet meer. Nee. Oh, jij zou dat denken. Ik zou willen weten, is dat van een kindje? Is dat van een mama? Dat weet je meestal wel. Ah, toch? Oei. Dat kan belangrijk zijn. Maar ja, je koppelt er geen verhalen aan vast of zoiets in je kop. Maar dat duurt niet meer, denk ik. Dat je zo de 100.000ste tumor op je bord krijgt. Gaan jullie gaan voor kindjes? Nee. Ja, en jij wilt heel graag. Jij wilt wel graag kind? Het is babyboom bij hem geweest. Maar wacht eens even, zit er wel in een dilemma. Zij wil trouwen, hij niet. Hij wil kinderen, zij niet. Dat is dus een soort kruisvraag. Kunnen niet een deal maken of zo? Van we trouwen, maar dan kinderen. Hebben we ook kinderen. Maar gewoon rustig aan, zien wat er gebeurt. Ja. Rustig aan, je bent al 3 jaar samen. Hij zit toch
Zit toch gelukkig, hè? Dus, is er iets wat je nog moet vertellen? Dat is nu het moment. We zijn, maar gewoon niet wit. Nee, ik ben heel lief. Ah, oké. Okay, nice. Je durft niks anders zeggen. Oh, jij rookt ook op twee delen. En wat doe jij, Jeroen? Ik ben als bij hoofd. Zoals ik dat orthopedagoog. Orthopedagoog. Mijn zuster heeft ook gestudeerd orthopedagogie. Oh, jij rookt ook. Ja, gaan we allemaal even roken? Ik durf even niet. Ja, maar ik rook niet. Dat is hier voor de tv. Is dat 10? 10 minuten. Binnen 10 minuten zijn we weer in tv. Ja, nou, dan ben ik weg. Allee, waarom? Toe, ja. Kom. Dat is toch gezellig. Ja. Kunnen we ook zeggen, een aantal mensen hebben Fijerdoe gevolgd. Ik vind het wel cool dat er toch 3 mensen zijn gekomen. We dachten dat die op maskei vol ging staan. Ja, maar er stond ook... Allee, je zegt dat zo niet in beeld, maar er stond wel... het was wel lassen, hè? James. Jawel, het was wat. Ja, wel, ik zweet nog altijd. En daarom zijn we er ook weggegaan, omdat het we moeten vluchten. Maar er zoiets van, dit komt niet goed. Dit komt niet goed. Maar eigenlijk is dat wel gek, hè? Ja. Maar dat er toch 3 mensen naar hier komen, bro. Ik zou wel thuis zitten, ook al woon ik in Antwerpen, ik zou denken, oh geest, ik blijf gewoon vol in mijn bedje, weet je. Maar zo echt zo de moeite om te gaan, ik vind dat wel cool. Ja, moet zo dicht zijn, zo goed. Ah, oei. Ja. Ja, Gunnar komt wel van Berchem. Ja, het verre bergje. Ja. En kijk je altijd naar Gert Late Night, toch? Ja, na school. Dat is meestal ik heb om 10 uur meestal gedaan. Ah ja, oké. Okay. Tijdens het eten. Om 10 uur gedaan van school? Ja, ik heb avondlezing rechtspraktijk, dus dat is van 6 uur tot 10 uur. En wat vind je van Ian Thomas? Die is wel verbeterd, vind ik. Verbeterd? Die goeie voor... Allee, dat klinkt zo raar, maar... Maar nee, dus heb ik die persoon ken. Ik bedoel, uw visie is er een beetje... Ja. Allee, vroeger hoorde er ook kei veel dingen van, maar allee, wie was dat nu? Maar ja, ik zou wel echt een sympathieke gast. Ja? En van Peter van der Veire, bevalt hij je? Bevalt hij? Ja, maar tweede ja. Het is een beetje dezelfde gebleven sinds die eerste jaren Music for Life, denk ik. Hij is nog altijd niet veranderd, wilde zeggen. Ja. Maar bedachte. Ik heb een knappe dochter. Ja, een knappe dochter. Alle drie. Hebeke, Kato en Jitske. Alle drie heel knappe dochters. Ja. Heel knap. Jan Thomas, is dat zoiets van je? Nee, totaal niet. Nee? Want dat is dus zo wat niet stoer, maar ook niet soft. Dat is zo wat ertussen. Nee, ja. Ja, zij ben aan het zoeken. Hè, zij. Ja. Ja. Maar dat heb ik al gezegd. Maar dat zoekt niet. Kan ik u wel gelukkig maken? Hè? Maar hij is gelukkig. Je ziet hier, ziet Jeroen er nu ongelukkig uit? Nee, totaal niet. Ah, ben, voilà. Heel gelukkig ook. Jij bent nog niet aan het slapen, hè? Nee, ik was nog aan het voetbal aan het kijken en dan... Ach, je bent zo'n homo. Het is de voetbalzin. Ja. Maar Jeroen, is hij een clubsupporter of wat? KWO, hè. Ah, ja. Ex-Mark ook club. Maar geen grote supporter, hè. Maar ja, toch een beetje... Liever een basketbalmatch kijken dan een voetbalmatch. Oei, ja. Van Oostende dan, supporter van Oostende. Mm-hmm. Van de Lanotte, hè. Ik ken er veel te weinig van. Ja, dat is het, ja. Echt, nul, hè. En Kama en Jacob. Heb je gekeken? Met Kama. Met Kama, de week van Kama. Hij is al bij ons op de boot geweest, hè. Ja. Heb jij nu eens voor toeval juist gekeken? Weet jij eigenlijk in welk programma dat jij komt? Heel eerlijk, zoals toevallig in het stad, inderdaad, na het voetbal. Het is nu ook later uitgezonden door het voetbal waarschijnlijk. Ja, het was een speciaal, het was ook een korte. Heel laat, hè, zeg. Heel kort. Dat is jammer. Twee deeltjes, maar... Oh, ik krijg me een klop, zeg. Instagram, ja. Dat is jullie, de dochter van Warren Bochmans. Ja. Er zijn nog veel suggesties van mensen die jullie kunnen bezoeken. De actrice die Frida Kroket speelt, bijvoorbeeld. Oh, hoe heette die nu weer? Saskia. Barbara de Jonge. Barbara Salomon. De Jonge. Veel mensen zeggen nog Bart de Wever, maar mensen zeggen ook Kevin Janssens. En er wordt ook gezegd, misschien kunnen jullie ze zingend wakker maken. Er is ook iemand vanuit Gingelom, waar de Gingelom? Ja. Ze willen daar graag ook een reenactment van. Allee, ze willen graag dat jullie dat nadoen. Leef. Dat, hè. Dat lieken, ja, hè. Ja, en hoe ging het verder? Is er hier wifi? Ik zorg voor wifi her en der. Stem dan voor Leef.
Ja. Luc Allo wordt ook voorgesteld. Luc Allo, dat is degene die heeft zoveel mensen gepest in zijn leven. Voilà. Je verdient dat eigenlijk. Waar woont Luc? Ja, bij Sandy in Antwerpen. Die gaan we naar, we zo laat mogelijk. Ja. Die moeten we als lesten een keer op die deur. Die heeft zoveel mensen. Ja. Zonder als het die ene keer met een oogtewaker voor mijn appartement gestaan aan de zee. Nee, dat was bij Wiltura. Allee, dat bij Wiltura. Ik zou dat toch wel weten. Dat dat of waren je op bezoek bij Wiltura? Maar niet. Wat? Was dat bij u? Ja, dat was bij mij. Ah. Ja. Tok, tok. Ja, gewoon op het vijfde, hè. Op de dijk in Nieuwpoort. En de gordijnen waren toe en ik hoorde de vinkster kloppen. Ik zeg, hoe kan dat nou? Op het vijfde. Dat moet een hele grote mens zijn, hè. Of anders, dat kan niet, hè. Dus ik trek die gordijnen open. Die stond er met een oog te waren. Luc Allo. Luc Allo. Dat beschiet ik door een bult. Een bult. Dat is ook al cool, hè. Eigenlijk moeten we naar Luc Allo. Wat doe ik? Wat gebeurt er? Wat ik gebeurt ga me even stoppen voor een sigaret. Nee, want we gaan... Hallo. Nee, we moeten 4 minuutjes nog. Ah, 4 minuutjes. Ja, misschien kunnen die 4 gebruiken om handstand tegen de muur te doen. Dat gebeurt er ongelukken. Nee, dat gebeurt. Handstand tegen de muur, alsjeblieft. Mijn vriend vraagt mij dat ook af en toe. Dan gebeurt er echt ongelukken, hè. Oei. Waarom? Ja, spannende dingen. Een beetje handstand tegen de muur gaan doen. Zeg maar, ze vragen ook allemaal om ons voor dingen te doen, precies, of wij kunnen niks, hè. Of wij zijn, kun je geen handstand tegen de muur? Ja. Doe het een keer. Maar ik kan het niet. Maar probeer een keer. Wat? Doe ik een koprol? Een koprol, maar toch niet op de stenen? Nee, leg je wat kussens en doe ik een koprol. Een koprol, dat staat maar. Dus wat zijn dat voor hier? Voorzichtig van mijn gsm, hè. Allee. Ja. Voorzichtig, hè, Gert? Maar een koprol. Oh, ja, goed plan. Ja. Allee. Kan dat toch zo moeilijk niet zijn? Maar dat is nou wel... Hoe lang dat geleden is dat ik nog een koprol heb gedaan? Ik ook. Ik kan overal zeer hebben, hè. Op een elegante manier, hè. Ik ga een koprol doen. Voorzichtig, hè. Voorzichtig. Oh. Ça va? Ah, nee. Ja, nee, ça va. Ja. Maar dat is slecht. Dat slaat tegen, hè. Ja. Allee, nou jij, hè. Nee, nee, ik kan dat niet. Allee, hè. Come on, James. Ik kan wel zuster wat schief, hè, ja. Maar ik heb toch niet veel nodig, hè. Ja, het licht was zo, dus ja, je moet ik ga dat tegenzetten met mijn schenen. Nee, ik doe weer dancing met de stars. Nee, nee. Je moet naar daar rollen. Oh, dan... stel u dan een keer... Ja, ik ben er voor u op te vangen. Nee, ik doe... Jawel. Ik doe dat niet. Allee, come on, James. Nee, ik doe dat. Jawel, ik ben er. Ja, maar ik denk dat ik echt met heel veel pijn heb. Ik ben er. Oké, okay, ik ga gewoon, hè. Ja, ga oh gewoon. Oh my god, ik ga een koppel doen. Ja, oké, okay, wacht even. Ja. Voilà. Oh, wauw. Ah, ja? Zo elegant. Ja, dat lijkt altijd als dat zo doe. Ik ben wel niet van de groene mat gegaan, gelijk. Ah nee, omdat je wist dat het scheefs was, hè. Allee, ja. Jeroen. Dat is het koppelmoment. Voilà. Dat is net het beste van gymnastiek dat we doen, hè. Want je kunt zo nog van alles uitvinden, hè. Ja, of ze is in de ringen en de baan mee ongelijke leggers. Ochtendgymnastiek, hoe ging dat niet weer, dat nummertje? 1, 2, 3, 4, hup, naar achter, hup, naar voor. 1, 2, 3, 4, even rust en dan weer door, fijloo. Nee. Die passeren hier gewoon en je weet niet wat er gebeurt. Die mogen misschien niet... Hoe lang nog? 2 minuten. Beste mensen, dus iedereen die nu op zijn computer zit te zien of blablab, binnen 2 minuten kunnen gewoon op 4. Naar 4 gaan. Ja, dat is misschien wel relaxter en al. Oei. Mogen jullie hier niet zijn? Ja, tuurlijk mogen je passeren. Oh ja, maar het is maar... Maar weet uw vriend of uw vriendin dat hier zit? Want... Kom maar goed, maar gaan. Ja, oké. Okay. Ah, oei, dag. Schatteke, je hebt al gedronken, hè. Oh, mag ik kouwandjes, hè? Een klein beetje, maar het is oké. Okay. Je bent een beetje zatjes, hè? Ja, een klein beetje. Ja, ziet, uw linkerhoog staat zo als scheef. Maar dat is misschien altijd. Dat is wel een BV, ja. Ja, wel, het is er mee. Ciao, ciao. Hoe heet u? Elke beste ook mens. Elke was hier aanwezig vandaag, ja. In Barbuurbuur. Oké, wacht, we moeten dus nu een intro, dus beste mensen, dus we gaan nu op tv, dus even ze tellen dan af. Is het 1 minuut nog? Eén minuut. Ja, maar allez, ze zien ons nu. Oké, James. Hallo. Ja, op straat en al. Nee, niet op straat. Kan ik geen zo aftellen van 10 naar 1, Manivia? Ik ben Nivier. Want dat is onze producer trouwens. Je zou denken zo een jong manneke, ja, inderdaad. Zeg, wie is Finneken ondertussen? Die zit al binnen. Die hangt dan zo onder de kraan. Kom, nee, wel even goed. En welkom bij Gert en James All Night. All Night, ja, inderdaad. Ja. Want wij moeten dus 24 uur wakker blijven. Dat is een nieuwe uitdaging. En we hebben onze klop eigenlijk al een beetje. Ik niet? Nee, maar bon,
De avond is nog jong. En wij waren eigenlijk al even online ook bezig. Ja. En wij hebben een oproep gedaan van, kijk, bo, als je zin hebt voor iets te komen drinken met Barbubuur, kom dan naar hier en gebruik het woord Vigeloo als wachtwoord. Ja. En kijk eens bij een overrompeling. Een overrompeling. Kijk eens hier, hier hebben we Margot. Dag Margot. Hallo, dag Geert. Ja, welkom. Margot is gekomen. En wat was het wachtwoord? Vigeloo, alstublieft. En dan ook nog haar vriend. Wat zei je Kuben? Jeroen. Ik denk er al een half uur aan het klappen tegen. Jeroen is een laborant en doet dingen met tumorweefsel. En dan hebben we daar in de verte de happy single Jeroen, ofwel Geronimo op Instagram. Ook hij is gekomen met het wachtwoord Vigeloo. Ja, toch even voor alle duidelijkheid. Mensen denken niet, dit is een tv-programma. Dat is het niet. Wij weten eigenlijk niks. Er is niks voorbereid. Nee. Er is eigenlijk niks. Dus het kan ook zijn dat het een half uur stilvalt. Of zo. Stel. Ja, wij moeten eigenlijk gewoon wakker blijven. En zo dat kunnen jullie controleren of het ons lukt. In ieder geval, wij zijn... sorry, even... Ja, wij zijn vijf uren... Ja, even een klein boekje. Wij zijn 5 uren live hier bij jullie op de zender. Maar we hebben al wel een plannetje dat we er net bekokstoofd hebben online. We gaan nu naar... Karen Dame. Maar dat mag dat niet. Als je aan het kijken is... Ja, dan is het natuurlijk. Karen, als je aan het kijken is, moet je nu even een berichtje sturen. Ja, en dan doe dat alsof je het niet hebt gezien. We gaan Karen wakker maken. We gaan... Wij hebben zoiets van... Wij twee... Ja. Wij twee zijn weer die jollen die naar zo... Die zeggen, weet je wat, we gaan een hele nacht wakker blijven. Wij zijn de enige van 4 die werken. Daar komt het op neer. Wij hebben Karen Dame als 4 gezegd. We hebben Jani Casalsis. We hebben Erik van Looy. Erik van Looy, die ook geen klap hield, ja. Een paar keer de slimste mens. En dat is dan voor de rest een heel jaar. We hebben Elodie, hoe heet we dat? Hoe? En wij. En wie zit hier s'nachts wakker? Nu. Live op 4. Wij. Bibi. Dus, we gaan nu naar Karen. Dus we gaan afscheid nemen. Ja. Merci voor te komen. Maar ook ga je een kus geven. Succes nog met alles wat je doet. Dankjewel. Een kus geven. Succes. Ik hoop dat er nooit tumor weer zo van mij moet onderzoeken. Ja. Allee, Margot. Dankjewel. Allee, beste, merci voor het komen, Jeroen. Succes nog. Succes nog. Tot de volgende. Ja, ja. Die heb ik al, hè. We hebben een auto ter beschikking, voor alle duidelijkheid. We hebben ook Julie. Julie, ja, voilà, mijn dingen. Zie ik hier met een heel... voilà, dat is precies echt. Ja. Julie houdt ook alles bij wat er binnenkomt op social. Dus als je berichten wilt doen, berichten wilt sturen... Stuur me naar ons Instagram-account, Gert Late Night. En daar kan je allemaal dingen sturen van... Mannekes, doe een keer dit, doe een keer dat. Misschien kon ik dat die wakker maken. Een die zotte koppel gedaan. Maar goed, stuur het maar door en misschien nemen we dat wel vast. Maar nu gaan we naar Karen Dame om maar een keer goed wakker te maken. Ja. Oh, die gaat kwaad zijn. Maar goed, we gaan een keer kijken. Dat is te hopen dat ze al goed slopt. Mag je nog vooral een drankje? Ja, allee. Allee, hop. Ja, dat is zonde, ja. Maar ja. Nee. We hadden dus, ons dus voorgenomen niets te drinken, omdat alcohol natuurlijk ervoor zorgt dat je rapper in slaap valt en dan moe wordt.